Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. Vandaag een filmpje over het brood maken met de Kenwood, de keukenrobot. Vind je het filmpje oké? Geef me dan een duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal en deel dit filmpje met je vrienden. Wat heb je nodig om 2 lekkere broden te maken? Dus denk eraan, dit zijn de hoeveelheden voor 2 broden. Allereerst 400 gram edelwit bloem. Dit is gewone witte bloem zonder zemelen. Daar doe je bij 600 gram begijntje bruin. Dit is een mengsel om het brood een specifieke smaak te geven. Er zijn heel veel mengsels. Waarop moet je letten als je een mengsel kiest of als je het gaat gebruiken? Kijk of er zout bij is. Zit er zout in, moet je geen extra zout toevoegen aan het totale mengsel. We hebben ook 540 gram lauw water nodig van 26 graden. Niet te heet, niet te warm, anders is je gist snel uitgewerkt. We gebruiken ook 20 gram boter en 20 gram zout. Wij gebruiken verse gist, 24 gram. Deze moet opgelost worden in het lauwe water van 26 graden. Als je nu geen verse gist hebt, maar droge gist, dan gebruik je 1/3 van het gewicht van de verse gist, dus 8 gram. Deze voeg je gewoon toe aan het mengsel en hoef je niet apart op te lossen in water. Wat heb je nog nodig als benodigdheden? Een maatbeker, 2 bakvormen en een weegschaaltje. En natuurlijk onze Kenwood keukenrobot. We gaan eraan beginnen. Zo, ik heb alles afgewogen. Onze edelwit. Onze begijntje bruin. Zout. Verse gist. Boter. En lauw water van 26 graden. We lossen de verse gist op in het lauwe water van 26 graden. Niet heter. En we roeren totdat het helemaal opgelost is. Zo, de gist is vrijwel helemaal opgelost. En we gaan nu beginnen met ingrediënten bij elkaar te voegen. We gaan alles bij elkaar voegen. Begijntje bruin, edelwit, een boter erbij. We maken een kuiltje en daar gaan we de opgeloste verse gist in gieten. Daarna het zout en die moet op de randen. Mag niet in contact komen met de gist. We gaan het geheel mengen. We gebruiken een kneedhaak. We zetten de machine aan op 1. Ik ben iets vergeten. Het kapje moet er ook op staan, anders krijgen we een stofwolk. We zetten hem terug op 1. Dit gedurende 10 minuten. We moeten een goed mengsel krijgen. We halen het deeg eruit. We gaan kijken of het deeg goed gekneed is. We halen er een stukje vanaf. En dat gaat nog uit elkaar halen. En het moet zo ver uit elkaar kunnen gaan, zodat je het door kan zien. We gaan het deeg een eerste keer laten rijzen. We nemen de bakplaat. Niet een hele koude bakplaat gebruiken. Doe wat bloem op, de edelwit, en wrijf dat op uit elkaar. Leg het op de bakplaat en we gaan dat in de oven zetten. Dit voor de eerste keer te laten rijzen. Het eerste rijzen duurt ongeveer 30 minuten en het volume moet verdubbelen. We gaan er ook nog iets over leggen. Zo, en we gaan 30 minuten iets anders doen. De 30 minuten zijn voorbij. Ik ga kijken naar mijn deeg. Het zou moeten verdubbeld zijn in volume. En ja hoor, het is verdubbeld. Drie.
Ja, en hoe ga ik dat nu in twee doen? Daarvoor heb ik een plaatje nodig om een deeg in twee te kunnen verdelen. Dit is een deegmes, gewoon een plaatje. Daarmee verdelen we het deeg in twee. Voilà, twee gelijke delen. We doen het terug wat kleiner maken. Twee mooie hopjes. Je ziet, de weegschaal komt naar mij toe. We gaan eens kijken of het gewicht ongeveer gelijk is. Dus ik heb het deeg in twee verdeeld. Met ons plastieke plaatje. We moeten ongeveer twee broden van 800 gram uitkomen. Dit is 800 gram. Dan moet het andere ook 800 gram zijn. Dit is ook 800 gram. Dus twee mooie broodjes van 800 gram. We moeten nu uit het deeg het lucht proppen. Gaan we zo doen. Dan vouwen we het tot een vierkant. Oprollen, zodat we een mooie vorm krijgen die we in de bakvorm kunnen leggen. We gaan de bakvormen invetten met olijfolie of bakboter. Een klein beetje in. En we vetten de bakvormen goed in. De hoeken moeten ook zeer goed gedaan worden, zodat er geen brood blijft plakken. De bakvormen zijn ingevet. We gaan het deeg in de bakvormen leggen. En nu gaan we ze zo een uur laten rijzen. Ik ga dat weer in de oven doen. Die oven moet natuurlijk niet aanstaan, maar dat is een afgezonderde plaats. Omdat de omgevingstemperatuur moet wat hoger zijn dan onze 22 graden hier binnen. Naast elkaar zetten. Daarstraks heb ik bakpapier gebruikt om het af te dekken. Ik ga nu een handdoek gebruiken. Waarom doen we dit? Als we dit niet doen, dan zal de oppervlakte van het brood zal harder worden dan de binnenkant en kan het niet goed rijzen. Ik leg er dus nu in dit geval handdoek over. En we bevochtigen deze ook een beetje. Dit is de tweede rijs. Dus het tweede rijzen van het brood en dat duurt een uur. De oven staat niet aan. We zijn een uur verder. Ik heb ondertussen het brood dat de tweede keer aan het rijzen was van mijn oven naar de magnetron gebracht. Want ik moet natuurlijk de oven voorwarmen tot 230 graden. Nu, dat doet 10 minuten. 10 minuten op 230 graden. Ik ga die daar nu in zetten. Ik ga de oven bevochtigen. Dan is er een achter een waterdam, zodat deze de korst verhindert om eerder harder te worden, zodat het brood beter kan rijzen. Nu wachten we 30 minuten en dan zouden we twee lekkere broodjes moeten hebben. Twee mooie broodjes. Nog even besproeien. En ze laten afkoelen. Het resultaat. Zeg nu zelf, die zien er goed uit. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Zet ook het belletje aan. Deel het filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!